Hallo mensen, welkom bij Game Tigers. En hier zijn wij met de nieuwe Verduzzeldutsel. Yay, oh god, ik ben in de gat gevallen. Oké, okay, hier ben ik, achter je, hier, een nieuwe skin. Yay! Ja, dat is mijn nieuwe skin dus. Yay. Je bent nog steeds fucking lelijk. Ja. Je ogen staan niet eens goed. I don't care. Dat is een fucking scheel ding. Ik ben benieuwd. Dit is allemaal een teken van de nieuwe Game Tigers. En we gaan verder met de Cube Block World, Cube World. Waren we hier al klaar of niet? Ja, toch? Ja, we kwamen langs hier. Dus we gaan nu verder. Nee, heb jij de Obsidian? Nee, we kwamen langs hier, kneus. Nee, we kwamen van deze kant, hè? Echt niet! Oh, dat is dat net het portal ding. Nee, inderdaad niet. Ik ben dom. Oké, Wacht, ik had al één Obsidian, hè? Twee. Oh, nice. Dan plaatsen we die daar alvast even. Dan kunnen we die niet meer kwijtraken. Ja, oké, okay, slim. Ja, weet ik. Was de deur open? Hey, we hadden diamonds, hè? Oh ja, dat is waar. Daar hebben we niks. Oh, ja, mag een soort van. Nee. Pickaxe. Pickaxe. Oké, okay, we kunnen drie kanten op. We kunnen langs deze kant. Ja, maar ik zie het. Langs deze kant of langs deze kant. Ja, maar ik zie het niet. Ja, er zijn drie kanten waar we op kunnen, want er zijn vier deuren. The portal must be built here. If you play on a server, delete all. Nou, dat doen we niet. We playen niet op de server. Otherwise another may not work as intended. Oké. Leuk. Wat gaan we doen? Links, midden of rechts? Ik moet nou echt goed even nadenken. Hoe maak je net een portal ook weer? Ja, vier bij nog wel. Nou, nee, weet ik eigenlijk niet. Moeten twee vakjes open, dus vier bij ja, geen idee. Doe vier bij vijf. Gewoon. Daarvoor heb je hebt er 14 nodig. Dus dat is vier. En dan vier. En dan zes. Ja. En dan acht. Dus dat is 14. Ja, vier. En vijf. Vier bij vijf. Het is vier bij vijf. En je weet hoe vier bij vijf wat dat betekent? Nee. Ja, leuk. Gewoon links, midden of rechts. Gast! Wat? Help! Waarom? Zijn die picks gemeen? Hij blokkeert de weg. En hij ramt tegen me aan. Gewoon doorlopen. Okay, even die picks laten leven, want straks hebben we geen voedsel meer. Maar ik heb honger. Oké, hoe bepaal je of je links, midden of rechts moet? Random generator! Zegt, mijn gevoel zegt... rechts. Nou, neem even alles uit die kist mee of zo, of wat? Nou, oh, belangrijk, hè. Ik zou de hond niet meenemen. Huh? Ik zou de torches een paar meenemen zo. En die music botten. Desk. Die music botten. Desk. Ja, die zijn heel belangrijk. Die hebben we echt nodig. Die en botten steen. Zijn echt belangrijk, want die moeten we echt hebben. En een schaap. Ja, die schaap. Oké, okay, normaal. Rechts is mijn bed, hè? Ja, en ik links. Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, voor mij was ik rechts. Rek je pijlen hier, ik heb pijlen voor je. Waarom maak je eigenlijk je bed kapot? Volgens mij was mijn bed. Waarom maak je ons bed kapot terwijl we net even geslapen hebben, zodat we geen safe point meer hebben? We moeten toch ergens gaan heen gaan? Ja, oké, okay, ik ga mijn bed ook pakken. Voor mij is het jouw bed, toch? Dit wordt eng, hè? We moeten even lezen. Uh-oh, this road seems very damaged. Ja, maybe it's al... a sign. Oh, shit. Ja, oh, dat is juist het teken dat we hier niet naartoe moeten. But fuck the rules. Wij doen parcours! Oh, fuck, je gaat... Oh, kleine lag. Wacht, kom. Ja, oké, okay, whatever. Ga door. Nee, dit is een teken. We moeten naar het water. Fuck you. Ja, doei, ik ga weg. Boom. Doei. Boom. Oh, dit is een beetje heel erg kapot. Dat kan ik niet over parcouren. Nee, kom. Oké, okay, het is een teken. Maar mijn gevoel zegt dat we naar rechts moeten. Ja, mijn gevoel zegt dat we naar het water moeten, want dat is veilig. Wat staat erop? Ja, er zit een squid. Er zit een octopus en shit. Ja, die oni jou. Ja, daarom. Ik ben een yeti. En volgens Pokémon is water niet effectief tegen ijs. Dus we moeten naar het water toe. Lekker. Oh, dat is hier de sign, dan moet je wel lezen, hè, noob. Danger level little, terwijl het net nog medium was. Oké, okay, whatever. Oh, hier is een... Nee, oké, okay, laat maar. Oh, ik ben even de weg aan maken, want die is ook een beetje damaged, die. Nee, helemaal niet. Wel. Je bent hem gewoon aan het verneuken. Nee. Oh, jongen, sorry. Ik zei toch. Zo. Oké. Okay. Danger Ocean level one. Find the hidden chest. Kom, we gaan duiken. Wie moet echt vent? Oh, dit wordt verneukt. Venten. Nee, wacht, ik ga eens mijn bed plaatsen, anders is het verneukt hier. Ja, best wel. Nou, je moet het echt gaan zoeken. Zal er echt helemaal niks van
Shit is. Wie met de eerste 20 is een beste. Ja, maar ik heb Kam, 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 kam. Nice. Woe, ik ga wel waarschijnlijk dood omdat ik. Ah, ik pak alles zo snel mogelijk. Snel, 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 snel. Nee, ik kan nog maar 2 hard. Ja! Snel naar boven. Oh, ik ga zo hard fucking dood. Nee! Nee, ik ga dood. Ik heb een half van mijn AP over. Ah, oh, ik leef nog. Hey, mooi. Ja, toch niet aan. Oké. Help. Oh nee, nee, hier heb je een opstapje. Hier heb je tenminste wel een opstapje. Daar niet. Oh jawel, trouwens. Oké. Zet ik hier ook even mijn baat voor de zekerheid. Ik heb 2 obsidian, moet ik aan jou geven, zeker hè? Wacht even. Jij bent de obsidian houder. Wat heb ik nog? Ik heb een anvil. Je zet dat even allemaal hier zo. Heb je een anvil? Ja, dan kun je toch geen flikken mee. Ik heb 4 diamond. Holy shit. En dit en dit. Omdat ik zo goed beloond ben voor het vinden van die shit. Ik ben pro. En dan kunnen we naar die ene weg. Ik ga gewoon hier naar de linker. Ik ga eerst mijn obsidian even terugbrengen. Ja, is goed. Een rechtse bed is altijd voor mij. Dus rood seems very damaged. Ze kunnen naar die kant. Nou, Rick, ik ga eerst dat ding even wegbrengen. Dat ding? Ja, is goed. Oké. Dus we kunnen naar rechts. Of we kunnen naar links. Nee. Echt. En dan links hebben we ook een sign. De rechts staat de road seems very damaged. Dus hetzelfde, want het is dezelfde bio waar we heen moeten. Of we kunnen naar. Oh wacht, dat is de verkeerde kant. Die komen oh shit, vandaan. Nee, het wordt nacht. Oh kut. Nee, daar komen we niet vandaan. Dit is niks. Dit is. Kijk, we moeten naar ergens. Of naar de damaged road waar nee, we heen moeten. We gaan eerst even slapen, want het wordt nacht. Ja, oké, okay, is ook goed. Ja, hier. Kom terug. Kom terug, kom terug. Ik kom terug. Ja, dat heb je al 10 keer gezegd. Ik ga tellen als ik het heb gezien. Oké. Okay. Ik denk dat we dan toch. Oh, oké. Okay. Oh, daar komen we vandaan. Ja, dan moeten we daar. Ik kom! Ja, ik zie het. Ik ben degene aan het rand van het de ravijn. Nee, ik ben rechts. Ik ben altijd rechts. Oké. Okay. Oh god, ik ga er zo hard afvallen, jongen. Boom. Oh, nice. Ik ben er niet afgekeurd. Nice. Oké, okay, gaan we naar de damage road. Laten we diamond hierin zetten, hè? Ja. De gevaarlijke damage road. Waar we doodgaan. Als een fucking stelletje mongolen. Yeah. Oké, daar ga ik heen. Wait. Ik wacht. Ik wacht op jou. Ik moet even mijn resources en zo. Ik wacht op jou. Hup. Zet je nog op of niet? Ja. Ik ben heel ongeduldig. Maar waarom gaan we niet eerst... Dit is dangerous. Dan zien ze sign, dus we kunnen beter even... Nou, oké, we gaan langs hier. Ja. Mijn spidey senses. Hoe kom jij hier langs? Hoe de fuck kom jij hier langs? Parkour like a pro. Nou, je loopt gewoon fucking... Zo. Wij er ook zo langs gegaan. Mijn yeti gevoel zegt dat we zo moeten. Fuck jou, maar je kut yeti. Mijn yeti gevoel weet zeker dat we zo nou, moeten. Ik ga nog even wat blokken pakken, want dit wordt de link. Nee, echt niet. Ik ben er al. Hier ligt een ei. Dat betekent dat we veilig zijn, dat er kunnen kippen leven. En als kippen te kunnen leven, kunnen wij het ook. Nee. Oké, we zijn minder dan kippen, maar... Als kippen het kunnen... Ik hak de boom die daarop staat, die is echt pro. Zie je die boom die pro zijn? Die boom is swag. Swag? Ja, swagboom. Die boom gaat dus kapot. Bam. Nog één blokje. Ik snap iets niet. Oei, lava! Ja, dat had ik ook gezien. Ja, niet de bedoeling. Maar waarschijnlijk is die kist ergens bij die lava. Terwijl nou, ik denk dat die... Hé, hier is een cave. Wacht, ik zie Iron. Ja, ik denk dat die kist hier ergens is. Ik ga hier is lava dus. En kisten zitten meestal bij gevaarlijke dingen. En dus hier ook gold en zo. Dus we moeten even een trapje Holy maken. Holy shit! Diamond, ik heb diamond en gold! Diamond en Scalatoni. Ik heb Diamond Golden en Scalatoni. We moeten daar achter. Holy shit! Oh nee, wat is er nou weer? Kom eens. Wat is er? Er zitten hier beestjes achter. Waar? Bij het hout. Er zitten beestjes. Oh, is hier hout? Is dat niet de bedoeling? Nee, daar heb ik inderdaad aan gezet omdat er beestjes zijn. Er zijn helemaal geen beestjes. Echt wel. Nee. Wel. Nee. Ah! What the fuck? What the fuck?
Burning arrows! Burning arrows! Help! Ik zie geen beest. Rek halver! Oh, beesten! Oh, daar! Ah. Ik heb de shit. Oh, kut. Wel beestjes. Ze zijn wel een beetje beestjes. Oh, mobs spawnen! Mobs spawnen! Ik heb een diamond gepakt. Ja, breng naar boven. Nou, ik sluit je hier alles op. Ja, is goed. Naar waar? Waar moet ik het heen brengen? Ja, weet ik niet. Breng het veilig. Hoor, ik ben altijd veilig. Ik ben zo veilig. Ik had een mobs spawnen gevonden. Kijk, we doen helemaal bovenop dat ding is onze safe plek. Bovenop die hele berg. Is een mos vader. Nou weet je, beter hou jij de diamonds bij. Want ik ben zo nee, maar die heb ik in die kist gezet. Die heb ik bij de waterkist gezet. Die diamonds. Ja, oké, ik hou ze wel even bij. Dan ga ik even de lava onderzoeken. Lama. Nee, pas op, als je erin valt, ben je gelijk die diamonds kwijt. Ja, maar I don't care about diamonds. Diamonds are. Rick, had jij die iron pickaxe? Ja, die heb ik nog steeds. Hier is nog twee diamonds. Oh, maar hier is ook een lava. En ik vind lava leuker dan diamonds. Ja, gast, kom. Jongen, ik heb je kijk. Oh, kut, zombie! Ah, die diamonds zijn super veilig bij mij, hoor. Oh, kut, overal zombies. Oh, shit. Nee! Oh, fuck. Ben jij veilig, Bas, op dit moment? Ja. Ik sta niet echt zo veilig. Ik TP naar jou. Bam. Kom. Ik was niet echt veilig. Ik had een 3 AP en ik stond de lava aan. Je weet wel. Ja, gaan we de diamond even wegbrengen? Ja. Of heb je die diamond kunnen hakken? Nee, zeker. Nee, natuurlijk niet. Lama dan. Oké. We moeten even die kist vinden in deze dinges. In deze ravage van spullen. Oké, diamond zit erin. En ik heb nog een ei. Misschien komt er een kip uit. We houden de kippen-ei uit laten komen. En ik gooi hem in de lucht. Nee, wacht. We hebben nog een ding nodig. Een ding? Ja. Een ding? Ja, furnace. Oké, denk je dat het ei uitkomt of niet? Even wachten, please. Oké. Even een kist doen. Ja. Even al mijn zombievlees in de kist doen en zo. Oké, alles zit in de kist. Oh, je bent spel aan het koken. Nou ja, zo. IJzer kook ik hier niet echt, maar... Ja, doe. Okay. Gaat het uitkomen of gaat het niet uitkomen, het ei? Ja. Ik denk het Jij niet. Jij denkt van wel? Jij denkt het niet. Oké. Ik hoop het. Ik denk van wel. Boom. Lekker dan! Boom, boom. Nee. Kut. Oh nee, we zijn pessimistisch voor mijn hele leven. Ik denk dat deze mond in mijn hart nooit meer geheeld gaat worden. Rick, heb je nou die iron dinges nog? Iron pickaxe hier. Ja, geef die eens aan mij. Waarom? Doe eens. Ik ben veel betrouwbaarder. Ja, dan maak ik hem zelf. Oké, hier. Ik ben betrouwbaarder dan jij. Hier heb je hem terug. Ik maak hem zelf mee. Ja, ook goed. Ik wil weten waar die kist is. Ik ben ongeduldig als baas. Oh, er is een kip hier! Hier is een kip, ik ga hem van de afgrond afgooien. Wil je zien hoe de kip in de afgrond valt? Nee. Dit is een Sparta! Wee, zie je hem vliegen? Oh, die kip. Hij heeft echt een kut leven. Ik zie hem echt vallen, echt super slow omdat er kip is. Ja, hij is weg. Ik heb even alles geen genre dichtingest. Oh, hier is nog een ei! Tweede kans. Tweede kans, denk je dat hij uitkomt of niet? Nee. Ik denk het wel. Tweede kans, oké, kom. Boom.